En hallo kijkers van Double the Scales. We zijn weer terug bij de epische avonturen in Medusa. Dus we gaan weer verder met het huisje. Ik heb even wat koppel gehakt. Ik heb even wat gravel gehakt. Ik heb alles gehakt. Wat er maar te vinden viel in de cave. Ja, ja, hoe wil je het anders noemen? Het is gewoon een mineshaft of net. Nee, geen mineshaft. Maar het is wel een grote epische shit daar binnen. Dus ik heb daar even lekker wat koppel gehakt. En dan gaan we in ieder geval weer verder met het huisje. Want ja, dat moet natuurlijk ook. En voor keerpan, ja. Weet je, ik bouw eerst wel even hier mijn huisje in Medusa. Daar heb ik in ieder geval een backup. Als we dan worden overgenomen, kan ik naar keerpan en dan maak ik daar wel mijn huisje. Even kijken, we kunnen nu één manier doen. Oh ja, we hakken hier wel weg. Ik zie het al. Ik heb een grandioos idee. Een plan. Heeft Demi een plan? Ja, ik heb een plan. En dan heb ik eerst even wat hout nodig. Voor 2 deuren. Want we moeten natuurlijk wel het huis isoleren. En dan hebben we natuurlijk ook deuren nodig. Om het af te sluiten en toch weer naar buiten te kunnen. Dus dat setup even hier neer. Ja, dank u wel. We hebben in ieder geval dit al hier geplaatst. En nu kan ik een beetje better zijn. Ik kan in chest gaan zoeken. Oh, wacht. Nee, wacht. Ik weet nog wel een opslag waar dat allemaal kan liggen. Ik weet niet, een opslag gewoon in Medusa. Dan mochten we het toch gewoon laten zien. Ah, en anders knip ik dat er wel gewoon uit. Nou, in ieder geval, ik wil natuurlijk niet de geheimen laten zien, dus... maar misschien zit het hier trouwens wel mooi. Even kijken, wat heb ik nodig? Yo, die heb ik nodig. Dank u. Oh, steen heb ik trouwens ook nodig, dank u. Ja, sorry hoor, maar ik heb gewoon gravel nodig. Dus jullie zien me zo meteen in de opslag. En mensen, we zijn nu weer in de opslagruimte van Medusa. Hoppatee, die heb ik hartstikke hard nodig. Voor mijn huis, weet je wel. Hier, even wat erin pompen. Hoppatee, dank u. Glas, ja, daar is lekker veel van. Slimes. Hier zit helemaal geen slimes in, hè. Wow, zo, dat hebben ze hier wel heel veel gedaan. Kleurtjes, ja, heel mooi. Wood, nee. Jezus man, wat hebben ze hier weinig. Maar ja, dit werkt echt nooit, hè. Ook in Gios niet. Gewoon, op Gios, jullie kennen het wel. Dat werkt gewoon niet. Met het sorteren en zo van dingen, dat lukt gewoon niet. Ik ben nu even aan het kijken waar zand is, maar ja. Weet je, ik zie geen zand. Nee. Ik zie, oh, kijk. Ja, mooi hoor, mooi. Dit is heel fijn. Dit is heel fijn. Gewoon lekker... Wil je even dat zand? En dan... Nee. Ze pakken het gewoon van je af. Gods. Ik ga weer naar boven. Ik kan natuurlijk ook even zonder ramen werken. Dan kan ik in ieder geval... mijn huis even wat meer... uitbouwen. Dus mensen, als jullie dit nog kijken... Zet even in de reacties... Een leuke challenge. Wat ik kan doen in Medusa. En wat ik kan bouwen. Want na mijn huis te hebben gebouwd... Ga ik natuurlijk andere dingen doen. Ga ik dingen maken... En al dat soort dingen. Al dat soort chisel. Dus dan moet ik natuurlijk wel even weten wat jullie willen zien. Weet je wat? Als ik dit gewoon doe. Ik bouw het gewoon helemaal dicht. Ziet er wel een beetje lelijk uit. Maar goed. Dat moet dan even voor deze ene keer. Want ik moet gewoon even kijken. Ik kan natuurlijk niet zo even zien van... Hé, daar moet een raam in. En daar moet een raam in. Ik ben altijd heel... kieskeurig. Dus dat moet gewoon even goed komen. Zo. Dan hebben we hier die kobbellijn. Dit is natuurlijk echt super saai om naar te kijken. Ja, dat weet ik mensen. Maar het is natuurlijk het begin van mij op de kingdom natuurlijk. Dus ja, het is allemaal nog een beetje nieuw voor mij. Hè? Ik doe natuurlijk al wel langere commentaries maken. Niet dat ik in één keer nieuw ben. En oh wacht. Hoe ga ik dit oplossen? Oh, dat ging even nice. Maar even over mij natuurlijk.
Wat jullie denk ik al wel willen weten is van, ja, ben je nieuw natuurlijk? Nee, ik ben niet nieuw of zo met opnames, maar dan zien jullie natuurlijk ook wel dat ik in één keer veel meer views heb en zo, nu al. En ook meer video's. Dus ik doe dit al bijna een jaar, want in juni is mijn, is het feest eigenlijk, ja. Want dan bestaat mijn kanaal alweer een jaar lang. Echt mensen, dat een jaar lang. Dat is echt niet normaal. En dan nu al ongeveer nou, 700 tot 800 subs. Dat is echt mooi. Daar ben ik echt blij mee. Als ik dat zie, dan... Ja, dat voelt er gewoon tof. Dat wil toch iedereen halen. Gewoon na een jaar ongeveer 1.000 subs te hebben. Of misschien haal ik het ook wel hoor, binnen het jaar. Dat zal natuurlijk heel tof zijn, dan ga ik gewoon echt epische dingen opnemen en zo. Dat wordt echt vet. En dan gaat David, die gewoon ook van Double Dutch Chaos, die gaat dan ook dingen uploaden en zo. Dus als je nog niet bent geabonneerd, abonneer in ieder geval, want dat wordt echt vet. Maar ik heb weer geen steen, hè? Nee. Ja, dit is gewoon echt tragisch. Ik weet ook niet of ik steen uit het kasteel mag pakken. Of dat ik gewoon echt voor mijn eigen shizzle moet zorgen. Want dit schiet natuurlijk ook niet op. Jullie zien alleen mij aan het bouwen. Ja, dat is het. Dus ik kan wel op avonturen uit. Dus in ieder geval, ik beloof jullie dat de derde aflevering iets meer aan de Kingdom wordt gewerkt. Weet je wel, aan de content van de Kingdom. Dus dat ik iets meer op avontuur uit ga, dingen ga bezoeken. Misschien wel gewoon naar Keerpan. Dan moeten jullie allemaal even in de reacties zetten. Zit hier nou water in? Oh. Oh, ik val fucking hard. Ik dacht echt serieus dat hier water in zat. Dachten jullie dat ook? Want ja, weet je, met een texture pack. Ja, als je Shademot hebt, dan kan je dat wel zien. Ja, maar kijk, water heeft ook dat soort kleur dus. Ik denk zo, YOLO, gewoon erin springen, maar nee. Er zit helemaal geen water in, joh. What the fuck. Ik val fucking hard hier. Ja, ik kan nu wel door het dorp heen lopen, maar dat heeft natuurlijk geen zin. Ik moet natuurlijk spullen hebben. En daarvoor gaan we even naar het kasteel. Want ik denk natuurlijk, ja, er staan gewoon chesten met kobbel. Dus ja, dan kan ik dat toch ook gewoon pakken, of niet? Oh wacht, dat is trouwens ook de Magic School. Waar is de Magic School? Ik wil even leren. Ah kijk, daar is de Magic School. Hij moet nog even renderen. Maar dat doen ze in ieder geval wel vaker. En Luc gaat weer weg. En waarom staan die comments nou niet uit? Ik had toch echt serieuzer neergezet dat ik de chat uit had gezet. Niet dus. Maar in ieder geval, de onderverdieping staat natuurlijk. Want een huis staat natuurlijk altijd op stenen. Want dit klinkt ook wel logisch, weet je. Een huis staat altijd op steen en niet op wol, weet je. Je hebt geen huis in één keer op wol. Wie woont nou een huis van wol? Nee, dat staat niet. Je moet altijd eerst even de harde onderdieping en dan... Ja, dat is over nagedacht, hoor. Dat is echt over nagedacht. Dus ik ga hier ook over nadenken. En dan moet ik dit eerst natuurlijk helemaal uitgraven. Want dat vinden jullie altijd zo leuk om te zien. Maar mensen, ik vraag jullie één ding. Willen jullie deze video liken? Voor meer Medusa, want de volgende aflevering heb ik dit dan gemaakt voor jullie. Dat beloof ik. Dus dan zet even in de challenge wat ik in mijn huis moet maken. Nou, je kan natuurlijk niet winnen om in Medusa te komen, want ik ben geen koning. En als ik ga ook niet iets aan Danny vragen of zo. Of iemand misschien in de Kingdom mag komen. Want ik weet toch al een dikke antwoord van hem. Het is gewoon altijd een beetje kinderachtig. Zo noemen we dat altijd. Want het is een beetje... Het is gewoon niet leuk. Het is gewoon niet cool als iemand dat vraagt van... Hé, ik wil ook in Medusa. Maar je weet toch al wel dat eigenlijk het antwoord nee is. Dus waarom zou je het proberen om hier in te komen? Door mij dan, hè? Door mij dan. Je kan natuurlijk via Danny wel gewoon erin komen.
Maar dan moet je in ieder geval bij hem zijn. Ik ga deze video weer afsluiten. Ik bedank voor het kijken. Abonneer op deze video. En serieus, zei ik dan nou echt serieus? Oh mijn god. Ik zei echt serieus van... En abonneer op deze video. Ja, heel goed, Demi. Lekker vroeg in de morgen. Like deze video. Ja, dat is hem. Abonneer op mijn kanaal. Ja, dat is hem. Ja, lekker hoor. Ik heb hem te pakken. En dan zien jullie gewoon de volgende keer weer. Een lekkere avontuur video van mij. En dit coole huis. En Medusa. En challenges wat jullie hebben ingestuurd. En het wordt gewoon episch. Check gewoon mijn kanaal uit. Want er komt gewoon meer Medusa. En dan zie ik jullie later. Oh, dat was eigenlijk mijn screenshot.